Hallo mensen, welkom in Minecraft en we zijn weer in de Megablocks wereld. En dat is omdat ik vandaag weer een Megablock ga maken, wat redelijk logisch is eigenlijk, maar goed. En vandaag ga ik de armor stand maken. Dit is een item wat nieuw is gekomen in de laatste update, Minecraft 1.8. En ik dacht, laat ik het eens doen, want het is anders, het is geen full block. En zoals jullie kunnen zien, hij is bijna 2 blokken hoog. En bijna 2 blokken, een blok breed. Maar net niet helemaal. Gelukkig heeft hij wel een beetje texture, dus ik kan hem precies namaken, zeg maar. Niet met al deze kleurtjes, maar wel qua grootte. Dus, daar ga ik nu maar aan beginnen. Jullie zien, hij is 2 textures smaller dan een compleet blok. Dus ik moet er zo 2 naar binnen en zo 2 naar binnen. Twee naar binnen, toch? Nu klopt die. Ja. Ik zal me eigenlijk benieuwen of dit als baseplate een beetje goed gaat staan. Zoals altijd heb je natuurlijk dat je niet precies de textures na kunt maken. En dat heb je met half slabs, wat ik heel irritant vind. Dat is geen goede tactiek. Maar goed. De plaat is er. Dus dan ga ik nu 3 textures stiekem op. Een 1, 2, 3, 4, 5 textures hier vandaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat hebben we. Er is niks aan te doen. Dus 2 breed zo, 2 breed zo. Er 2 tussen. Dan gaan we even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 omhoog. En dan begint deze. Zes, zeven, acht, negen, tien, elf. Hopelijk druk dat goed. Ik weet er zeker van niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toch wel. Dan eigenlijk alleen het idee dat deze dus kleinere textures heeft dan zeg maar de pixel. De
keer andere blokken hebben. Maar goed. Dat zullen we merken. Die zit hier natuurlijk ook nog tussen. Oh ja, wacht. Ik zat te denken van, hij wordt nu toch veel te groot. Hij is toch gewoon even groot als een blok. Maar dat is hij niet. Hij is even groot als twee blokken. Dus het klopt wel. Dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 omhoog. Vier, vijf, zes, zeven. Dan eentje van 3 zo en 3 zo. En ook 3 erbuiten. Alleen. Het is dus een beetje vaag. Want hij hangt er dus half overheen. Dat kan ik niet doen. Dus dat ga ik anders oplossen. Aan de ene kant hangt hij er 2 overheen en aan de andere kant niet. Dat is dus weer een dingetje wat je dus niet kunt doen als je het gewoon in blokken maakt. 2 en aan deze kant 1. 1, 2, 3 hoog. Nee. Zo. Okay. Zo, even kijken. Het ziet er niet uit, maar goed. Oké, en dan gaat hij verder met 2 dik die dan in het midden zitten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 omhoog. 2 dik. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Ik dacht dat er iets niet klopte. Maar dat het er heel gek uitziet. Nu ziet hij er beter uit.
Alleen over dat hij zweeft. Kan ik op zich. Hiermee oplossen. Ik ga even kijken hoe ik ook weer de armen kon laten zien. Zodat ik dat weet, ga ik ook proberen de armen nog te maken. Dus, tot zo. Nou, ik had gezegd dat ik ook de armen zou gaan doen. Alleen, ik heb dus de armen nu te zien. Alleen, ik was vergeten dat ze een beetje schuin staan. En de kans op zich draaien. Alleen, ik vind het wel leuk om dingen te bouwen zoals ze normaal zijn. Kijk, met die armen is het ook niet helemaal normaal. Maar anders hangt het grasblok er gewoon. Oh. Dus ja. Dit was hem. Geen armen. Want het wordt een beetje te moeilijk zonder te gaan modden. Of echt met entity data te gaan werken. Laat me even weten of jullie zoiets met entity data en dat ik gewoon gebieden ga opvullen. Dus compleet iets ga maken met commands. Laat even weten als jullie dat willen zien. Bedankt voor het kijken. Kijk even mijn andere filmpjes van Megablocks of überhaupt een ander filmpje. Like, deel, subscribe, wat je allemaal maar wilt doen. Bedankt, tot de volgende keer.